Er is een groeiend optimisme over een spoedige afloop van het Brits-Libische conflict rond de ambassade in Londen. Hotelboten in Amsterdam mogen door een uitspraak van de Raad van State voor logies gebruikt worden, al wil de gemeente ervan af. Bettine Vriesekoop bereikte bij het Europees kampioenschap tafeltennis in Moskou in twee onderdelen de kwartfinale. Goedenavond, dames en heren. Er groeit optimisme over een spoedige afloop van het conflict tussen Groot-Brittannië en Libië. Wel wordt de Libische ambassade in Londen nog steeds omsingeld nadat 4 dagen geleden vanuit dat gebouw op anti-Gaddafi-demonstratie was geschoten en een politieagent werd gedood. Maar de Britse ambassadeur in Tripoli heeft na een tweede gesprek met de Libische minister van Buitenlandse Zaken goede hoop op een spoedige, vreedzame oplossing. Further meeting with Dr. Trakey today. It was again a friendly atmosphere. And that we, the British and the Libyan side, are continuing to work for a peaceful solution of the problem. I don't want to go beyond that. What is the situation of other British residents? I don't think I'd like to. You'll appreciate that we're in the middle of a very difficult and delicate negotiation, and I think that anything I say isn't going to help. Are you optimistic that this will be brought to a satisfactory conclusion? Well, we're still working together in the atmosphere I've described, so I don't think I'd say I'm optimistic. I'm certainly not pessimistic. That's certainly true, and the fact that you're here today is evidence of that. The fact that I've been able to come and go freely, and my staff have been able to come and go freely, is all evidence of what you're saying. Yes, I agree. Op het vliegveld Heathrow bij Londen zijn vanavond verschillende mensen gewond door een bom. Hij ontplofte in de vertrekhal voor passagiers met bestemming Europa. Volgens de politie zijn er zeker 10 à 12 gewonden. Over de ernst van hun toestand is nog niets bekend. Het vliegveld was extra beschermd in verband met de spanning rond de Libische ambassade in Londen. Of deze aanslag daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. De zogeheten hotelboten waarop toeristen in Amsterdam de komende paasdagen willen doorbrengen, mogen voorlopig in de hoofdstad blijven. De afdeling rechtspraak van de Raad van State stelde met dit oordeel de gemeente Amsterdam in het ongelijk. Amsterdam wil de hotelboten weg hebben vanwege mogelijk brandgevaar. De ongeveer 50 hotelboten liggen in het IJ achter het Amsterdamse Centraal Station. Ze meren daaraan vlak voor de paasdagen om toeristen tijdens hun vakantie onderdak te bieden. In 10 hotelboten is het volgens de gemeente Amsterdam bijzonder slecht gesteld met de brandveiligheid. Een inspectie van de brandweer wees op een gebrek aan voldoende vluchtwegen, waarna de gemeente besloot dat een aantal boten weg moet. De Raad van State vindt die eis zo vlak voor Pasen onredelijk. Bovendien valt het volgens de voorzitter van de afdeling rechtspraak met het brandgevaar wel mee. Voor de zekerheid wil hij dat de komende dagen brandwachten worden ingesteld. Het ontruimen van de boten is nu voor tenminste 2 weken uitgesteld. En dus kunnen de toeristen op de hotelboten muziek maken of, als het weer hun in de steek mocht laten, binnen een glaasje drinken. Rond de 350.000 buitenlandse toeristen zijn vandaag de Nederlandse grenzen gepasseerd. Verreweg de meeste vakantiegangers kwamen bij de Nederlands-Duitse grens ons land binnen. Zo'n 250.000, waarvan een groot deel bij de grenspost Bergautoweg. Op enkele honderden na zijn dit allemaal Duitsers. Bij de diverse grensovergangen ontstonden vanochtend wat files van enkele kilometers lang. De drukte op de Nederlandse wegen bereikte rond de middaguren een hoogtepunt, maar na 2 uur was het weer erg rustig en zo bleef het de verdere dag. Door het mooie weer was er nogal wat belangstelling voor de Waddeneilanden, zoals Texel, maar dat leidde bij de veerponter in Den Helder nog niet tot erg lange wachttijden, ongeveer 1 uur. Morgen worden daar meer auto's verwacht. Ondanks de bloedige aanslagen die de laatste tijd werden gepleegd in Jeruzalem, waren er ook deze Goede Vrijdag weer veel pelgrims uit alle delen van de wereld. Het Israëlische ministerie voor toerisme schat hun aantal op 54.000. De hele dag door trokken er mensen langs de Via Dolorosa, de lijdensweg die Christus zou zijn gegaan na zijn veroordeling tot de kruisdood. De drukte was extra groot omdat de tijdrekeningen van de Oosters-Orthodoxe en de Westerse kerken dit jaar parallel lopen, zodat Pasen op dezelfde dag valt.
Sommige pelgrims legden een deel van de weg af op hun knieën. Naast veel pelgrims uit Europa en het Midden-Oosten waren er dit jaar ook verscheidene uit Afrika. Israëlische soldaten hielden de wacht, maar er waren geen incidenten. Deze kruisweg leidt door het Arabisch deel van Jeruzalem. Paus Johannes Paulus heeft gisteren opnieuw gepleit voor een internationaal statuut voor deze stad, een heilige plaats voor zowel Joden als christenen en moslims. De kruisweg eindigt op de kerk van het Heilig Graf. Volgens sommige tradities is die gebouwd boven de plekken waar Christus werd gekruisigd en begraven. Op verschillende plaatsen in de Bondsrepubliek zijn vandaag anti-raketbetogingen gehouden. Bij een Amerikaanse tankbasis in de buurt van Bremen kwam het tot een treffen met de politie. De ongeveer 2.500 actievoerders probeerden de toegang van de tankbasis te blokkeren. Maar al spoedig kwamen de waterkanonnen en de gehelmde manschappen van de oproeppolitie om de weg weer vrij te maken. Bij dit optreden werden 160 actievoerders gearresteerd, maar spoedig daarna weer vrijgelaten. 6 demonstranten werden lichtgewond en 4 moesten er in een plaatselijk ziekenhuis worden behandeld. Regeringstroepen in El Salvador hebben gisteren en vandaag strijd moeten leveren in de oostelijke provincie Morazan, waar het linkse verzet 9 steden had aangevallen en geruime tijd bezet gehouden. Het was de grootste guerrillaactie van dit jaar. Tenminste 10 soldaten werden gedood, 33 raakten gewond bij pogingen van de regeringstroepen om de hoofdweg weer vrij te krijgen voor het verkeer. De verzetseenheden hadden de weg 30 uur voor alle verkeer gesloten. Maar de regeringstroepen, 1200 man sterk en geholpen door waarnemers in de lucht, hadden te maken met het rebellenbataljon Rafael Arce Zabla, een uitstekend getrainde eenheid. De 9 steden die stormenderhand genomen waren, moesten ook weer met stormaanvallen worden heroverd. De strijd om de 9 steden woedde in een gebied van 400 vierkante kilometer, waar verzetsgroepen zich voornamelijk verschanst hebben op een aantal strategische heuvels. Onder Rijkspolitie- en gemeentepolitiekorpsen is vandaag grote opschudding ontstaan over een anticorruptieplan van de politie in Amsterdam. De korpsleiding in de hoofdstad wil een einde maken aan de kortingen die agenten nu soms krijgen van winkeliers. Daarom wordt er een eigen personeelswinkel begonnen waar Amsterdamse politiemensen goedkoop kunnen winkelen. De politie in Rotterdam, Utrecht en Den Haag heeft het Amsterdamse plan afgekeurd. De landelijke korpsleiding van de Rijkspolitie noemt het plan volstrekt onoorbaar. Onze verslaggever Harm Hoeland sprak op het hoofdbureau van politie in Amsterdam met woordvoerder Wiltink. Dat gaan we enerzijds doen om het personeel in zijn algemeenheid een behoorlijke service te gaan bieden. En anderzijds is het zo dat dit ontsproten is uit de zogenaamde werkgroep normbesef die een poos geleden opgestart is bij de Amsterdamse politie. En als één onderdeel daarvan wordt nu deze inkoopcombinatie opgezet. Omdat in het verleden wel eens is gebleken dat politiemensen bij bepaalde winkels, en daar hoeven ze dan vaak niet eens om te vragen, bepaalde kortingen kregen. Nou, de Amsterdamse politie vindt heel duidelijk dat dit ongewenste verbindingen zijn tussen enerzijds de individuele politieman en anderzijds de winkelier, CQ, de groothandel. Is het zo dat het een beetje de spuigaten uitliep dat agenten overal maar korting konden krijgen? Ik denk het niet dat het de spuigaten uitliep, maar ik denk wel dat het heel goed is dat we een zuiver politieapparaat hebben waarbij alle politiemensen ook zuiver hun werk doen en nogmaals, zoals ik zojuist al zei, niet die ongewenste verbindingen tot stand zijn gekomen. Maar met zo'n personeelswinkel neem je toch niet de Amsterdamse gewoonte weg om politiemensen een voordeeltje te geven? Die gewoonte blijft bestaan. Ik denk ook niet dat wij het voor 100% weghalen. Ik heb ook in het begin al even gezegd dat het niet uitsluitend gaat om dit probleem, maar anderzijds ook heel duidelijk om de politiemensen in zijn algemeenheid een bepaalde service te bieden. Tijdens de Europese tafeltenniskampioenschappen in Moskou heeft Bettine Vriesekoop de kwartfinale bereikt in het enkelspel en het gemengd dubbel. Landgenote Mirjam Kloppenburg werd vandaag uitgeschakeld. Een kort verslag nu van Studio Sport. Het gaat goed met Bettine Vriesekoop. Ze staat op winst tegen Narin Antonian uit de Sovjet-Unie. Die de eerste game weliswaar won met 21-19. Maar daarna moest toestaan dat Bettine Vriesekoop met 21-18 en 21-16 de tweede en derde game won. En nu is Bettine Vriesekoop er bijna bij. Ja hoor, ze wint de wedstrijd tegen Antonian en plaatst zich bij de laatste 8 van de Europese tafeltenniskampioenschappen. Slechter vergaat het Mirjam Kloppenburg.
Ze bereikt een sensatie vandaag door de overwinning op Ola. Maar speelt hier tegen Lindblad uit Zweden. En slaagt er niet in om te winnen. Marie Lindblad gaat over naar de laatste acht. De droom voor Mirjam Kloppenburg, de 18-jarige uit Lichtenvoorde, is uit. Haar Europese tafeltenniskampioenschappen zijn geëindigd. Meer aandacht voor de Europese tafeltenniskampioenschappen in een extra uitzending van Studio Sport straks om 10:55 op het andere net Nederland 1. In de ere- en eerste divisie van het betaalde voetbal zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 4-1 van Roda JC. En in de eerste divisie verloor SCV in Schiedam met 3-1 van FC Den Haag. Dan zijn we nu toe aan het nieuwsoverzicht. Standard Oil of Indiana is door een federale rechter veroordeeld tot vergoeding van de schade die langs de kust van Bretagne is veroorzaakt door olie na het vergaan van de Amoco Cadiz in maart 1978. De Amoco Cadiz liep daar op de rotsen nadat de stuurinrichting defect was geraakt. 220.000 ton olie liep uit het schip en bevuilde de stranden. Onder meer 76 dorpen diende een schadeclaim in die 9 miljard gulden bedraagt. Vandaag is de Fries Elko Casemier in Nederland teruggekeerd na een reis rond de wereld met een motorboot. Hij deed daar 199 dagen over en de totale afstand bedroeg zo'n 50.000 kilometer. Casemier werd feestelijk in de haven van Harlingen ontvangen. Zijn kleine motorboot werd op de laatste kilometers begeleid en op de kade stonden duizenden hem toe te juichen. In Woensdrecht is vandaag een protesttocht tegen de plaatsing van kruisraketten gehouden in de vorm van een kruisweg. 700 mensen liepen mee in deze stille tocht die door Pax Christi was georganiseerd. De demonstranten liepen volgens de Goede Vrijdagviering langs 7 staties die op de route naar de vliegbasis Woensdrecht stonden opgesteld. De Britten willen onder bepaalde voorwaarden de soevereiniteit en bestuurlijke macht over de kroonkolonie Hongkong overdragen aan China. Peking is bereid de kapitalistische basis van Hongkong voorlopig te handhaven. In 1997 loopt het verdrag af op grond waarvan de Britten Hongkong pachten. We zeiden het al eerder in deze uitzending, een paar honderdduizend buitenlandse toeristen kwamen al vandaag naar ons land om hier naar zij en wij hopen paasdagen te kunnen doorbrengen met mooi weer. Krijgen ze dat ook? Dat vragen we aan weerman Han Melling. Het antwoord op die vraag hangt een beetje af van waar die mensen naartoe gaan en wat ze willen doen. In ieder geval is het de komende dagen droog en vrij warm. Een onzeker element in de weersverwachting is de zon, of beter de bewolking. Vandaag hing er weer een dunne sluierbewolking voor de zon. Die is nu grotendeels verdwenen. Maar bij Ierland en Schotland drijft nog wat bewolking. En dat maakt de verwachting voor dit paasweekeinde een beetje gecompliceerd. Morgen in ieder geval nog een hele zonnige dag, overal in het land. Temperaturen in het binnenland 20 graden of iets daarboven. Aan de kust blijft de temperatuur wat achter. Een zwakke zuidenwind die aan de kust later in de middag uit het zee gaat waaien, maar dan blijft die zwak of hooguit matig. Zondag begint het in de kustprovincies waarschijnlijk met wat bewolking. In het binnenland zijn er zonnige perioden en later op de dag kan het ook daar wat aan de kust wat zonniger worden. De temperatuur gaat zondag, eerste paasdag, dus aan de kust wat naar beneden. Maar in het binnenland is het eerste paasdag toch weer een graad of 20. En dan voor tweede paasdag geleidelijk weer meer zon. En dan zullen de temperaturen ook weer wat gaan oplopen. Aan de kust is morgen waarschijnlijk de mooiste dag. Eerste paasdag is het er iets minder. Tweede paasdag weer wat meer zon. De temperatuur aan de kust een graad of 16, 17. In het binnenland blijft het de komende dagen aan de warme kant, een graad of 20 of nog iets meer. En daar is het overwegend zonnig. De zeilers en de surfers die hebben weinig wind, zowel morgen als bij de paasdagen. Alleen 's middags mogelijk wat wind waar wat mee te doen valt. En ja, misschien niet voor iedereen het meest ideale weer. De mensen aan de kust zouden natuurlijk nog wat meer zon willen hebben. De zeilers wat meer wind. Maar over het algemeen genomen, zeker gezien de temperaturen, toch een mooi paasweekend. En daarmee eindigt dit Half Elf Journaal. Dames en heren, goedenavond.